Ik hoorde net in een paar tussenzinnen dat de overheid verantwoordelijk is voor randvoorwaarden om goed onderwijs te organiseren. Volgens mij heeft u dat 3 keer gezegd, dus dat lijkt me een belangrijk statement. Nu zijn er ook 3 onderzoeken geweest in het najaar van 2015, waarin als je dat goed leest, en ik neem aan dat het kabinet en Kamer heel goed kunnen lezen, onomstotelijk staat dat het landbouwonderwijs achtergesteld wordt vanaf 2016 ten opzichte van het overige onderwijs. En dan moeten we de vergelijking een beetje maken met het techniekonderwijs, want we zijn kapitaalsintensief onderwijs. En je moet niet de vergelijking maken met het economieonderwijs. Dat is wat er in de Kamer heel veel gebeurt. Dus mijn vraag is, wanneer gaat u dit repareren? Begin 2016? Of eind 2016. Ja. Dus de vraag is niet of, maar wanneer. Ja. Nou, er is al een paar keer extra geld volgens mij toegevoegd om het verschil weer weg te halen. Kijk, het punt is het volgende. Het landbouwonderwijs staat los van het ministerie van Onderwijs, valt onder het ministerie van Landbouw. Of ja, iemand anders mag. Ja, ik ben daar overigens altijd een groot voorstel. Daar kan ik gewoon eerlijk over zijn. Ik heb in de Kamer dat heel vaak verdedigd. Ik ben er heel erg voor. Daar ligt, dat denkt trouwens in de Kamer ook heel verschillend over. Ik dacht dat er zelfs een motie is aangenomen om te kijken of je het er zelfs weg zou moeten halen. Maar volgens mij wordt die uitvoering daar doorgeschoven na de verkiezingen. Dus dat zien we wel in de formatie. Ik denk zelf dat er heel veel waarde is dat ze die verticaal geïntegreerde onderwijskolom hebben. En toen ik staatssecretaris onderwijs was, zat Maria van der Hoeven daar als minister. Toen was Kees Veerman minister van Landbouw. Nou, Maria van der Hoeven wil natuurlijk alles naar het ministerie van Onderwijs halen. Maar ik had als staatssecretaris voor onderwijs een geheim bondje. Dat heeft Maria nooit gehoord, dus dat houden we ook stil. Met Kees Veerman. Dat we dat niet zouden laten gebeuren. Dat groen onderwijs gewoon bij landbouw zou blijven. Vanwege de grote meerwaarde. En het heeft gewoon te maken met innovatie, de toegankelijkheid. En ja, dan wordt er vaak gezegd, er is geen enkele andere sector die dat heeft in Nederland. Nee, dat klopt. En het is eigenlijk heel gek dat deze sector het wel heeft. Ja, dat klopt. Maar het werkt. En we zijn al zoveel dingen aan het repareren. Laten we vooral dingen repareren die niet goed zijn. Dit is wel goed. Het is op geen enkele manier te verklaren. Het is misschien een hele rare constructie. Maar hij is succesvol. Dan krijg je natuurlijk het probleem dat als die apart staat, dat je gedoe krijgt met de financiering. Dat wist ik niet. Ik had een Kamerdebat bij de Algemene Beschouwing in 2014. En ik begon het hele verhaal weer te vertellen. En toen zei ze in de pauze, ja, maar dat is wel een klein probleempje met de financiering. En ik zeg, oh, hoe kan dat dan? Nou, zijn we ingedoken. Dat is overigens, maar dat weet Helma natuurlijk heel precies, wel met een paar bedragen voor een deel rechtgetrokken, maar volgens mij nog niet helemaal. En ik weet niet precies waar het nu staat, maar dat weet Helma wel. Ja, het is vorig jaar extra geld naartoe gegaan, maar dat is eenmalig geld geweest. Dus 2016 is dat probleem wat u signaleert, is er. Het zou betekenen dat het vanuit het ministerie van Economische Zaken, want dat is ook een nadeel op het moment dat je bij een ander ministerie zit, dan zitten er geen dwarsverbanden. Dus we kunnen dat niet rechttrekken vanuit bijvoorbeeld OCRW, Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen. Dus dat is een dingetje, dat is een probleem. En ik kan het op dit moment niet mooier maken, omdat EZ nou niet een hele ruimhartige begroting kent, daar geld aan toe te voegen. En tegelijkertijd moeten we ook constateren dat het succes van het agrarisch onderwijs natuurlijk ook dusdanig is dat de cijfers ook een forse groei laten zien, waardoor die bekostiging steeds verder achterloopt. En u gaat, ik hoop het niet, maar u gaat eigenlijk tussen aanhalingstekens aan uw eigen succes ten onder. Dus het is een punt wat we met enige regelmaat bespreken. Maar ik heb vandaag de oplossing nog niet. Die leerlingentalstijging leidt toch wel met de vertraging van 2 jaar tot extra bekostiging? Nee, het is plus 2, min 2. Dus op het moment dat... Ja, maar na 2 jaar krijg je toch wel die... Nee, dan krijgen ze maximaal 2. We gaan er niet helemaal uitbuiten. Ik zie dat er discussie is in de partij. Dat is al hoopvol.